Achter de schermen van het gorillaverblijf wachten de verzorgers op nieuwe bewoners van het park. Er zullen vanaf deze zomer goudbuik mangabees in het park te bewonderen zijn. Dit is de eerste goudbuik mangabee die hier in de dierentuin komt. Het is het mannetje, wat samen met de twee andere vrouwen eigenlijk het fokgroepje hier moet gaan vormen bij de gorilla's. Volgende week komen er dus nog twee vrouwen. En het is de bedoeling dat deze drie goudbuikmangabees gaan samenleven met de gorilla's. Net zoals in de Rimba, waar ook verschillende soorten apen bij elkaar leven. Maar eerst zal de mangabee-man zijn binnenterritorium gaan ontdekken. Nu kan hij in ieder geval zijn nieuw verblijf even goed verkennen, voordat die twee vrouwen komen. En dat is in principe beter voor de introductie, dat hij alvast de weg weet. De man zal wel voorlopig binnen blijven en ook nog niet aan de gorilla's worden geïntroduceerd. De verzorgers willen hem eerst een tijdje observeren. Het is een jaar lang alleen in de dierentuin gezeten. Nou, voor apen is het heel moeilijk om alleen te zitten. En dan van de stress gaan ze gewoon zichzelf bijten en verwonden en krabben. Maar overal vind ik hem er best wel goed nog uitzien. Als hij een jaar alleen heeft gezeten, zit hij nog redelijk in de vacht. En verder zullen we zien hoe geflipt of gestoord hij eigenlijk is. En dat zal gewoon de aankomende dagen zal het uit moeten wijzen. Het is te hopen dat de komst van de vrouw over 2 weken de aap goed zal doen. Ik denk dat hij wel heel blij zou zijn om soortgenoten te hebben. Het is 2 weken later. De nieuwe vrouwtjes zijn inmiddels gearriveerd en het contact met de man lijkt goed te verlopen. De introductie ging heel goed. Zijn ze een week zijn ze binnengebleven, omdat ze toch eigenlijk daar altijd wel voorzichtig mee zijn vanwege parasieten en willen toch even zien dat de dieren gezond zijn. En ze zijn nu ruim 2 weken bij ons en ze gaan vandaag eigenlijk voor het eerst naar buiten. Het is toch altijd wel spannend voor die dieren. De tunnel kennen ze al, daar hebben ze al eerder samen rondgelopen. Maar vandaag gaan ze dus voor het eerst naar het gorillaverblijf. De gorilla's zijn vandaag binnengehouden, zodat de mangabees eerst in alle rust zelf het gezamenlijke buitenterrein kunnen verkennen. Kom maar. Hoe dit afloopt, zie je straks. In het park mogen de goudbuikmangabees voor het eerst hun buitenverblijf verkennen. Kom maar. Het is de bedoeling dat ze hier op korte termijn samen met de gorilla's zullen leven. Het is wel spannend nog. Een van de vrouwtjes gaat als eerste op verkenning. De verzorgers hebben eten in het verblijf gelegd om de apen te lokken. Maar verder dan de eerste boomstam durft het vrouwtje niet te komen, lijkt het. En dan besluit ze het eten mee te nemen en terug te gaan naar de veilige plek die ze al kende. Dicht bij de andere vrouw en de man die het prettig lijkt te vinden dat hij na een jaar alleen te hebben gezeten in een andere dierentuin nu eindelijk gezelschap heeft. Nou, de man die toont heel veel interesse. Even het gezelschap vindt hij fijn. Hij is heel rustig daaronder en ik heb wel het idee dat hij het wel naar zijn zin heeft. Ondanks dat het goed gaat met de mangabee-man, krijgt hij wel medicatie om zijn psychische stoornis, waardoor hij zichzelf af en toe bijt, te behandelen. Hij bijt zich een heel stuk minder, maar hij heeft nog wel echt nodig. Het is antipsychotica. Ik spuit het ook extra je in het brood en de vrouw komt dubbel. Het zijn maar 3 druppels. Ja, en ik wil zeker weten dat hij alle 3 ook binnen heeft. Krijgt hij te veel, dan wordt hij helemaal wankel en dizzy. En krijgt hij te weinig, dan valt hij weer eens in oude gewoonte terug dat hij zichzelf gaat bijten. Kama, kom. Kama. Zo. Goed zo. Maar een paar weken later lijkt het ondanks de juiste medicatie toch weer mis te zijn en wordt de hulp van dierenarts Henk ingeroepen. Ik vertrouw het niet. Hij heeft zich vrij diep gebeten daar. Het is ook wat dikker. Hij krabt er ook af en toe aan. Zonde, hè? Dat hij zo getwist is. Ja. Ja, weet je, je kunt het niet verbinden, want de stress loopt hij sowieso. Wat ik wel denk, is dat we er even wat antibiotica in doen. Anders krijgt hij infecties straks. En dan valt misschien dat hele stuk staart eraf. Nou, dat moet we wel helemaal niet hebben. Nee. 2 keer per dag een halve pil. 1, 2, 3, 4. Nee, ik zal ze er even uithalen. De staart van de mangabee-man heelt gelukkig goed. Wanneer de mangabees weer het buitenverblijf in worden gelaten, durven ze zelfs af te dalen van de boomtoppen en ook het veld te verkennen waar normaal de gorilla's lopen. Omdat het zo goed gaat met de mangabee-man, kan de introductie aan de gorilla's in gang worden gezet. Hoe dat afloopt, zie je straks.
Terug in Arnhem is het vandaag de grote dag voor de goudbuikmangabees en de gorilla's. Ze zullen vandaag voor het eerst samen in het buitenverblijf worden losgelaten. De verzorgers verspreiden het voedsel zowel op de grond waar de gorilla's lopen als in de boom waar de goudbuikmangabees vandaag waarschijnlijk het meest zullen zitten. Ik verwacht eigenlijk dat de mangabees, die doen we als eerste naar het veld. Dat is voor hun ook heel normaal. Er zijn geen gorilla's, niks aan de hand, dus ze gaan gewoon lekker het veld op, lekker in die boom zitten. En dan zullen straks de gorilla's erbij komen, dus dat zal nog wel even een spannend moment worden voor ze van, oh, wat gebeurt er nu? Het is even afwachten hoe de apensoorten op elkaar zullen reageren, want ze beschouwen dit terrein als hun eigen territorium. Het slechtste scenario is eigenlijk dat de mangabees bij de gorilla's komen en dat de gorilla's echt zoiets hebben van bam, vol erop en dat ze eigenlijk gelijk een mangabee doodbijten. Dat zou kunnen. En dan is het zover. Leider Bowie neemt het initiatief. Hij is niet bang. Terwijl de mangabeeman niet bang is voor Bowie, vlucht een van de vrouwtjes de boom in. Nou, normaal gesproken, als wij de gorilla's naar buiten doen, dan is het eigenlijk met 2-3 minuten lopen die jongen ook overal over het hele veld. En nu kon je echt zien dat de vrouwen bij elkaar gingen zitten, alle jongen nog op de rug. Die moeten echt bij hun moeder blijven totdat eigenlijk, ja, het zijn veilig gegeven is. Het wordt natuurlijk steeds interessanter, want er komt voer naar beneden, er komen stukjes bladeren naar beneden. En ja, dus dat is wel weer een positief iets dat ze misschien kunnen leggen van die mangabees zijn best nuttig. We krijgen voer van ze. En dan is het ijs gebroken. Ze zoeken wel toenadering tot elkaar en dat is wel interessant. Dus veel beter kon het niet gaan als dat het nu is. En zo eindigt alles in een goede verstandhouding tussen de apenburen.